Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken met een langgerekte storing die van Zuid-Scandinavië helemaal tot aan Zuid-Frankrijk loopt. En met een zuidelijke stroming worden die wolken en regen over Nederland geblazen. Aan de grond waait de wind overigens uit het noorden. Dat is wel grappig. Uh, veel bewolking van tijd tot tijd regen en motregen en vanmiddag wordt het dan in het westen geleidelijk wat droog. Daar breekt heel voorzichtig de zon door. Maar in de oostelijke helft van het land blijft het ook dan nog grijs en nat. 7 tot 9 graden en de wind dus uit het noorden tot noordwesten. Vanavond worden er uiteindelijk dan ook in het oosten droog... en in de nacht komen er dan opklaringen. Dan daalt de kwik tot dicht bij het vriespunt. Morgenochtend beginnen we droog met af en toe zon. Maar later op de dag wordt de bewolking weer dikker... en vanuit het westen gaat het dan regenen. De zuidwestenwind neemt toe aan zee naar windkracht 6 tot 7. De temperaturen zijn morgen vergelijkbaar met vandaag. Vrijdag is het grotendeels droog, slechts een enkel lokaal buitje... En bovendien schijnt de zon van tijd tot tijd. Daardoor is dat de beste dag. De zaterdag begint ook droog, maar later gaat het opnieuw regenen. En ook zondag hebben we de paraplu nodig. Temperaturen de komende dagen rond de 10 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.